Circulariteit. Wat eens een product was, wordt grondstof voor een nieuw product. Autorecycling Nederland wil samen met haar ketenpartners iets moois maken van afgedankte auto's. Een startaccu brengt elke auto tot leven. De accu bestaat uit lood, zwavelzuur, water en plastic, niet de meest omgevingsvriendelijke materialen. Marktpartijen zorgen ervoor dat ook deze bestanddelen bijna volledig worden hergebruikt. Demontagebedrijven halen de startaccu's zorgvuldig uit de sloopauto's en slaan ze op in speciale bakken, zodat vloeistoffen niet weglekken. Via handelaren belanden ze bij verwerkingsbedrijven in Frankrijk, België en Duitsland. Daar wordt het zuur geneutraliseerd en de accu's vermalen. Wat overblijft is lood, loodpasta en plastic. De plastics van de accubak bestaan uit polypropyleen en gaan linea recta naar bedrijven die er mooie producten van maken. Tuinmeubelen, maar ook onderdelen voor nieuwe auto's. Lood is schaars en schadelijk. Volgens Brussel moet gebruik zoveel mogelijk worden voorkomen. In de praktijk keert lood voor een belangrijk deel weer terug in startaccu's. Het metaal laat zich relatief eenvoudig hergebruiken. Na scheiding worden de stukjes lood omgesmolten tot broodjes, waarvan platen worden gemaakt voor nieuwe accu's. Het is mooi dat ook deze bestanddelen bijna volledig worden hergebruikt. Loodpasta is een mengsel van loodsulfaat, loodoxide en loodmetaal. De pasta vormt 50% van het gewicht van een accu. Met behulp van de QSL-techniek is het mogelijk om de loodpasta om te zetten in vloeibaar lood, zwavel en zuurstof. Het proces wordt wereldwijd in 3 fabrieken uitgevoerd en verloopt bijna CO2-neutraal. Het herwonnen lood dient als grondstof voor nieuwe startaccu's. Nieuwe startaccu's bestaan voor meer dan 60% uit gerecycled lood. Dat is iets om trots op te zijn. De autobranche gaat de goede kant op. Elke minuut komt circulariteit weer iets dichterbij. ARN. Samen maken we er iets moois van.